Deelnemers, start vrij. Voor de zevende koers, de Jonge Reclameprijs. En we gaan met de meedens achter de startauto. 9 in getal, favoriet, paard nummer 1, Jumila. Ruud Pols lijkt wel terecht hoor. Ik bedoel, Mary heeft al genoeg moois laten zien. 14-5 gelopen over de 2100 op Wolvega. Krijgt nu een ideale kans om het geduld van de eigenaren te belonen. We zitten met de paarden op circa 100 meter van het startpunt. Nog 50 meter. Vlag valt, start gevallen, paarden onderweg. Goede start voor Indy R, die troeft Jumila af van start. En het is een hele rustige start voor een van de medefavorieten. Looping de Liton, die zal een en ander vanaf de laatste plaats moeten gaan doen. En we komen door de eerste meters en het is aan de binnenzijde aankop van het veld die Indy R. Maar die krijgt een serieuze aanval van Esperanzo Dipo. En die wordt weer op een lengte gevolgd door King Fanatic. En op de vierde plaats is er een vrij spoor voor Jumila, de favoriet in handen van Ruud Pols. Nou, langgerekte formatie, snelle beginfase en het is aan kop van het veld. Gigant van een outsider, Esperanzo Dipo, die met Sietske de Vries het veld op sleeptouw neemt. Heeft die lengte voorsprong op Indy R. Achter Indy R, King Fanatic. En dat zijn nog altijd de voorste drie. Als ze zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune komen. En dan bij het passeren van de finish nog twee volledige rondes af gaan leggen. Echte reactie komt er nog niet. Hilton de Bertrands is het paard als eerste aan de buitenkant. En dan kan dus vooraan het tempo enigszins naar beneden. Als we nog twee rondes af gaan leggen. En Ruud Pols een beetje twijfelt wat hij moet gaan doen. Hij zit daar natuurlijk op de vierde plaats. Verdedigt alvast een half spoor, want hij moet dan zo dadelijk misschien Jumila wel in stelling brengen. Anders dreigt insluiting en nu zal hij het vuile werk op moeten gaan lossen. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overkant van de baan. Passeren het paviljoen van Jong Holland. Laten de Green Art Production bocht achter hun. En het is naar de leiding Esperanzo Dipo met een lengte. Op de tweede plaats hebben we dan Indy R. Daar komt aan de buitenzijde nu Jumila naar voren. Maar ook Bas Krebas, hij acht de tijd rijp om zijn nummer 8 in stelling te brengen. En dat is Looping de Liton. En die komt in het buitenste spoor naar voren. Drie dik rond de huizen. Komt hij zo dadelijk in het midveld terecht. Als de deelnemers dan weer in de rechte lijn komen. En vooraan het tempo wat omhoog gaat. Dat wordt bepaald door Esperanzo Dipo. Aan de binnenzijde Indy R. Aan de buitenzijde Jumila. En drie dik komt daar naar voren. Die nummer 8, Looping de Liton. Looping de Liton blijft daar in het derde spoor wat hangen. Ruud Pols die tactisch weet dat zijn concurrent daar ligt. En verdedigt het dode spoor. Als we de laatste ronde nu ingaan. En ook Imperioso komt in het derde spoor zo langzamerhand wat mee naar voren. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan met Esperanzo Dipo nog altijd aan de leiding. Maar die krijgt nu een serieuze aanval van Jumila. En in het derde spoor Looping de Liton. Deze twee paarden die zitten Sietske de Vries nu op de huid. En we gaan op weg naar de overkant van de baan. Doen dat voor de laatste maal. En daar neemt die Jumila de leiding over. Maar kan er nog niet gerust op zijn. Want die Looping de Liton die gaat in de achtervolging met Bas Krebas. En die blijft ook aardig in de buurt. Deze twee paarden lijken het hier waar te gaan maken. Waarbij op de derde plaats nu ook. Oh, Looping de Liton overloopt zich daar en springt weg. En dat betekent dat in die er naar voren kan komen voor plek 2. Maar het gebeurt ver achter de rug van Jumila. Prachtig systeem hoor, die claimkoersen. Wat mooi wat dat kansen biedt aan paarden die nooit koersen konden winnen. En dat geldt in dit geval voor Jumila. Indrukwekkend wat ze doen. Een hele mooie tweede is Indy R. Maar Jumila en Ruud Pols maken het hier waar. Indy R is tweede, Hilton de Bretons derde. En Hup Tartal sprint naar plek 4.